vrienden, welkom weer bij een nieuwe video hier op Extreme Rides. We gaan vandaag naar het Heidebos. Dat heb ik natuurlijk al eens een keertje eerder gereviewd. De review kun je vinden in de link van de beschrijving van deze video. Maar sinds mijn laatste bezoek hebben ze hier een nieuwe waterglijbaan. En ze hebben een paar andere dingen aangepast in die tussentijd. Dus we gaan wederom gewoon weer even een rondje Heidebos doen. Ze is erbij, Jindy! Oeh, ze heeft er zin in. Ah, toch wel, je hebt er wel zin in. Mooi. En waar onze Jindy is ook onze leuke, lieve, schattere, lieftallige Patty. Ja, hoi, we zijn er weer bij. Gezellig. Heidebos heeft niet alleen een aquadome, maar ook een jungle dome. Daar lopen we als eerst even naartoe. Lopen we eerst even een rondje door de jungle dome heen. Even kijken of dat nog veranderd is sinds het laatste bezoek. En dan gaan we daarna door naar het aquadome. Mensen, welkom allemaal in de jungle dome. De jungle dome is vergelijkbaar met de aquadome, alleen dit bevat dan geen zwembad. Wat is dit? Het is eigenlijk een speeltuin helemaal in de jungle. Jungle is dan zeg maar de thematisatie. Zelfs als in het zwembad zijn het allemaal echte bomen en planten hier. En hebben ze speeltoestellen tussen geplaatst. Voornamelijk klimrekken, wat glijbaantjes voor de kleinere dingen. Wat geluidseffecten zijn er toegevoegd. Zoals je hoort, het gaat zogenaamd gaat het dan regenen. Want het is natuurlijk regenwoudthema. Je ziet hier beneden al. Dan kun je wel in het water kun je spelen, maar je kunt niet zwemmen. Zwemmen is verboden, maar je mag er overheen springen, klauteren en doen. En je kunt er een keertje invallen. Maar het is niet de bedoeling dat je hier helemaal gaat zwemmen de hele dag. Het is vrij uniek, alleen Bossemeer heeft nog zo'n jungle dome. Hetzelfde als koraalbad gaan we dadelijk in het zwembad doen. Ja, het is allemaal eenmalig, tweemalig gebouwd en daarmee was het klaar. De nieuwe Centerparks heeft het allemaal niet, omdat het toch niet zo populair is. En dat heeft denk ik wel te maken met de onderhoudskosten en de stookkosten. Die zullen natuurlijk van dit heel hoog zijn. Terwijl als je gewoon een Monkey Town zou bouwen in jungle thema. Kinderen maakt dat niet uit, die vermaken zich wel. Jullie hebben zo'n beetje alles gezien van de Jungle Dome. Ik ga hem omkleden, want we gaan nu naar de Aquadome. En dit wordt ons speelterrein voor vandaag, mensen. Nou, welkom allemaal weer in de Aquamundo van het Heidebos. We beginnen eerst met het golfslagbad. Ja, sinds het laatste bezoek is hier niets veranderd. En Centerparks in het algemeen niet. Het enige wat hier eigenlijk nieuw is, is dus een nieuwe waterglijbaan, een racer. En hier en daar wat kleine dingen. Intussen is wel de koepel vervangen, want het is niet zo dat ze geen onderhoud plegen of zo. Maar het dak zeg maar, die is helemaal opnieuw opgebouwd. Ja, dat moet eens in de zoveel tijd natuurlijk ook gebeuren. Ja, dat zijn de dingen die je als bezoeker niet ziet, maar wel gebeurt. Dus er wordt zeker wel flink geld nog hierin gestoken. Alleen niet in nieuwe waterattracties. Wat wellicht ook wel even leuk is om te laten zien, die koepel is niet gemaakt van glas. Dat zou je denken, maar het is een soort plastic. Gewoon een plastic folie. Was ze er overheen spannen. Het Heidebos is een van de weinige centerparks die geen stroomversnelling heeft. Niet te verwarren met de Wildwaterbaan, want die hebben ze wel de heftigste van alle centerparks. Hè. Maar ze hebben wel naast de golfslag wat soort, dat is het baai waar je kunt dobberen en een watervalletje en dat is het. Maar voor de rest niets aan stroomversnelling. Het badje voor het allerkleinste bevat een palmboom, wat water sproeit. Een soort bubbelbad. En een achterin een glijbaantje en nog een soort waterspeelplaats. Dan is er nog een ander kinderbad met een grotere glijbaan. Een soort totempaal waar waterstralen uitkomt. En achterin in die rots nog een waterglijbaan. Kinderglijbaantjes kennen ze heel veel voor. Hoi! Ja! En dan hebben ze een grote emmer. Die is nieuw sinds de laatste keer dat het hier was. De verzonken stad, oftewel het koraalbad, is eigenlijk alleen maar hier te vinden. En in Bossemeer heeft er ook nog eentje. Het is eigenlijk een aquarium waar je langs zwemt. Maar ik denk dat dit wel eens de beste tijd gehad heeft. Zeker met al die milieuorganisaties en die dierenactivisten. Dit is natuurlijk dierenmishandeling. Hè? Dieren in een kooitje, dieren in een aquarium. Dat is niet meer van deze tijd, vinden zij. En je ziet dat er alsmaar meer dingen verboden worden omtrent dit. En voor Centerparks is het maar een bijzaak. Je ziet het ook nergens anders, dus behalve dan alleen maar in Vossenmeren. Als ik Centerparks zou zijn en je zou klachten krijgen van dierenorganisaties, zou ik dit als een van de eerste dingen weer eruit gooien. En zou ik hier extra waterglijbanen bij bouwen. Maar dat zou ik doen. Voor de mensen die dit voor het eerst zien of het idee niet snappen, je moet dus een duikbril op. En dan duik je onder water. En dan kijk je door een glas naar vissen die voorbij zijn. Met het idee dat je dan snorkelt, een soort simulatie, dat is het eigenlijk. Maar je moet zelf een duikbril meenemen, dus als je dat niet hebt zoals ik, dan heb je al vrij weinig aan deze attractie. En weet je, je past makkelijker waterglijbaan, laten we eerlijk zijn. Uiteraard zijn natuurlijk ook bubbelbaden en we hebben er ook bij de glijbaan ook nog twee. Hey, Jindy vindt dat leuk. De
Duo Racer, gebouwd door Aquarena, gebouwd in 2021. 85,6 meter lang is hij, twee keer natuurlijk, want het is dus een racer. En de hoogte is 8,40 meter. Wat zeg jij me nou? Daag je mij uit? Ja. Oh, Jaden zegt tegen mij, papa, je bent een langzame slak, ik ga veel sneller dan jou. Ik wil jou, papa. Het is dus een racer, dus je tijd wordt ook opgenomen. Hoe snel je naar beneden glijdt. Je bent overtuigd van binnen, joh. Ja, go, 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 go! Ah, slower, slower! Ik ga sneller! Ja, een kleine turbo uit deze baan, maar de rest glijdt hij wel. Dat zijn soepel, scherpe bochten, maar geen heftige bochten. Even kijken, waar is die? Verloren. Het is een mooie toevoeging tot de Batten Extra waterglijbaan. Het enige jammer vind ik wel is dat hij niet zo goed ingebouwd is als de oudere waterglijbanen van vroeger. Die zijn echt helemaal ingemetseld in de natuurstenen. Ja, en deze is gewoon op palen erbij gezet. En dat is wel zonde dat je die palen constructie ziet van die waterglijbaan. Het mooiste is natuurlijk om hem boven te laten starten en naar buiten te laten lopen. Daar die constructie van palen en zo kwijt te kunnen. En dan weer naar binnen, zodat je binnen mooi afgewerkt hebt. Maar ik begrijp wel dat dat ja, heel duur gaat worden. Toen dit gebouwd werd, als allereerst als Sporta Centrum, jaren geleden, ja, is er natuurlijk geen rekening mee gehouden dat ze ooit nog eens een keer zouden gaan uitbreiden. Wat andere centerparks nog wel doen, is extra toren bouwen. Dat is misschien ook wel mooi. De toren op zich is niet zo mooi afgewerkt. Maar wel binnen blijft de dome, de aquadome, wel mooi in originele staat. Dus aan de ene kant is het wel mooi om te zien dat Centerparks nieuwe waterattracties erbij bouwt. Maar qua decoratie en afwerking, ja, dat wat minder doet dan in de beginjaren. Want zoals ik hier kijk hoe mooi dat is hoor, dat is echt mooi ingemetseld. Ja, dat soort dingen moeten ze eigenlijk gewoon weer opnieuw maken. De grote waterglijbaan is gebouwd door Van Egdom, wat inmiddels al helaas failliet is in 1986. Dat is alweer een tijdje terug. Baanlengte 74 meter en de hoogte is 7,8 meter. We gaan even ouderwets glijden, want die oude glijbanen zijn echt wel een stuk beter dan de nieuwe hoor. Want je gaat van links naar rechts in deze waterglijbaan. Moet je nagaan qua veiligheid, hoe dat veranderd is in de jaren. In 1989 had je eigenlijk alleen tot hier zeg maar gewoon een hekje. Hè? Dit hebben ze later erop gelast. Dan hebben ze dit raam moeten maken. En ook hier, die stang waar je op afzet. Zomaar er later aan vastgelast. Vroeger kon je gewoon die glijbaan in en dan kon je glijden. Maar tegenwoordig moet je zoveel dingen bij een glijbaan hebben qua veiligheid. Dat is echt ongekend. Door mij willen ze nu tegenwoordig ook nog een dak op maken. Dat het helemaal rond is, dat je er niet meer uit kan klimmen. Maar echt. A lot of a ride. Lijkt wel of dat ding elk jaar sneller gaat. Maar ik denk dat ieder jaar zwaarder en zwaarder wordt, dat het is. Maar ja, geen enkel rustig stukje zit in die baan. Want ik zei alleen dat Uprofuture, dat glijdt niet zo lekker. En je voelt wel dat het een oude glijbaan is. Hij is een beetje een soort sinaasappelhuidje zit erop. Niet echt ruw. Maar wel hobbelig. En die nieuwe waterglijbaan is allemaal heel mooi strak en glad. Maar mij maakt dat niet uit, want ik glij liever op zo'n waterglijbaan dan zo'n nieuwe die helemaal gestroomlijnd is. Waar je geen enkele scherpe bocht hebt, je zag het. Ja, echt elke bocht is scherp in die baan. De familie waterglijbaan is gebouwd in 1986 tegelijk met het hele complex. Door Van Egdom waterglijbaan. Hè. 5,8 meter hoog is dit en de baanlengte is 3,20 centimeter. Goede, steile, kort maar krachtige waterpiste, daar gaan we! De Wildwaterbaan start op 4,75 meter hoogte. De baanlengte is 125 meter en is gebouwd in 1986 door Van Egdom waterglijbanen. Maar volgens mij is deze niet gebouwd door Van Egdom waterglijbanen. Die bouwt wel Wildwaterbanen, zoals Hof van Safsen. Zo'n plastic polyester wildwaterbaan. Maar niet deze. Deze waren voor mij gebouwd door Klomp. En die maakte die betonnen bakken. Het zou kunnen dat we echt nog wel de waterinstallatie heeft geleverd. Maar de bak zelf is voor mij van Klomp constructies. Moet maar een keertje opzoeken op het internet als je dat echt interesseert. Ja, verder zie je nog gewoon het buitenbad.
met lichtbanken. En hier start het op waterbaan echt. Dus we gaan een rondje naar beneden. Voor alle centerparken nog steeds de wildste wildwaterbaan deze. Maar niet voor alle wildwaterbanen. Raas in de rivier hengen hoef. Oh, wat een prachtig is dat, mensen. Nou, voor centerparks is dit dus de wildste. Er is geen andere gebouwd in de centerparks. Ook niet bij die nieuwe Aquamundo's die zo goed is als deze. En misschien ook juist daarom. Als centerparks richten ze natuurlijk op families. En deze is misschien net te heftig voor de families. En je zult dadelijk wel merken waarom. Want het laatste stuk is echt gewoon grandioos, mensen. Dat wordt genieten. Want vanaf hier wordt hij echt lachen. Daar gaan we. Volgende! Let's go! Hier heb je hele sterke stroming. Je kunt er lekker door. Naar het einde. Wat een baan, mensen. Kort maar krachtig. En dit was hem. De wildste wildwaterbaan. Van Hell Center Park. We hebben nog één hobbeltje te gaan en dan is het echt klaar. Hop. Maar ik moet toegeven, als je met een gezin bent met jonge kinderen, ja, dan is deze eigenlijk wel te heftig. Dus ik begrijp wel dat die nieuwe wildwaterbaan niet meer te heftig zijn als deze. Tenminste, commercieel gezien dan, want je wilt natuurlijk zoveel mogelijk kaartjes verkopen. En de tijd van hoger, sneller en wilder, die tijd is voorbij, dat was de jaren 90. Ja, dat zit ongeveer in gebouwd. Dit was Center Park Heidebos 2024 en sinds het laatste bezoek 11 jaar geleden is er eigenlijk helemaal niets veranderd op een waterglijbaan na en op een wateremmer na. Maar voor de rest is alles eigenlijk gewoon hetzelfde als 11 jaar terug. Natuurlijk, er is onderhoud gepleegd, ze heeft de glijbaan een andere kleur gekregen. En ze zullen hier en daar wat planten aangepast zijn en dat soort dingen. Maar als je hier gewoon op bezoek gaat, is de beleving eigenlijk gewoon hetzelfde. Als 20 jaar terug, 1989 was het gebouw, dus daar moet je nagaan. Natuurlijk, Center Park is niet zoals een pretpark. Ze hebben bijvoorbeeld Tikkiebad, die moet iedere keer vernieuwen om nieuwe bezoekers te trekken. Hoewel het ook gewoon een camping erbij heeft. Ja, Center Park is toch een ander publiek, zeg maar. Er zijn heel veel mensen die in een paar jaar naar Heidebos zullen gaan of hier wel naar het Center Park. En dat wij Duinrover ligt wat minder bij het Tikkiebad. Je moet ook veel meer hebben van de dagjesbezoekers. Maar desondanks hebben we het toch hier kostelijk gemaakt. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. We zien elkaar de volgende keer. We zijn weer bij het Zwembad, Pretpark, Rodebaan, Kermis of weet ik van waar. Tot dan weer.